Hi, ik ben Kaat Bolle en samen met Carolien de Bekker heb ik het bij Generation M deze week over bedrog. En ik heb 3 tips voor jullie als jullie daarmee geconfronteerd worden. De eerste tip, wat als je erachter komt dat je partner vreemd gaat? Maar heel belangrijk is om te weten dat je nog geen beslissing hoeft te maken. Vaak zijn de emoties dan heel groot. Neem maar even tijd om die emoties terug te laten cool down. Een tweede belangrijke tip, wat als je zelf ontrouw bent. Oh ja, ik denk dat het toch belangrijk is om het dan te bespreken met je partner. Of het stop te zetten. 1 van de 2. Maar als je het niet kunt stopzetten, dan zul je het moeten bespreken. Want zo'n dingen komen altijd uit. Vroeg of laat, uitkomen doen ze. En een derde tip, hoe zorg je ervoor dat er geen ontrouw in je relatie komt? Dat is nooit 100% te vermijden, maar communicatie is heel belangrijk. Blijf praten over wat je fijn vindt, wat je fantasieën zijn. Zo blijf je op de hoogte en blijft het ook spannend.